Wat is dat mensen, Mark of Tower Dimes hier met vandaag weer een nieuwe video. Nou, op dit moment is het maandag. Op het moment dat je dit kijkt is de Weekend League net voorbij. En ik wil jullie alvast wat handige tips geven voor de volgende Weekend League. Zeker met de week die er nu aankomt. Dus doe wel een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Als je deze video 1000 likes hebt, dan zou ik dat enorm waarderen. Sowieso is elke like natuurlijk een mooi bedankje van jullie. En ik wilde wat laten zien. Nou, allereerst, en niet te hard klappen, maar... Ik heb Gold 1 gehaald. I know. Geweldige prestatie. Ik had het. Het is beter dan mijn vorige week. Het is mooi. Weet je, 25 wins nu. Ik kan nog één game spelen. Want een eerste tip. Klein mini tip natuurlijk. Ik denk dat je er wel rekening mee had. Maar ik wil het toch benadrukken. Is als je nog een game over hebt. Hou rekening met je maandelijkse rank. Want kijk, dit is mijn weekly nu. Vorige week, dat was de eerste week van november, had ik niet gespeeld op dit account. Mijn tweede week was dus Gold 2. Dat was vorige week. En nu heb ik Gold 1. Ik heb dus van volgende week nog één week over voor mijn maandelijkse rank. Nou, als je nu kijkt in mijn maandelijkse rank, sta ik nu op zilver 1. Dus alle zilverbeloningen zijn hetzelfde voor de maandelijkse, net als dat voor gold hetzelfde is. En net als voor elite 3 tot en met 1 dezelfde is. Zeg maar, ik bedoel, binnen die categorie dan, hè. De zilverbeloningen zijn hetzelfde, de gouden beloningen zijn hetzelfde. En de elite beloningen zijn hetzelfde. Nou, voor gold 3, dus eigenlijk gewoon voor gold in zijn algemeenheid voor de maandelijkse, heb ik nog 21 wins nog op dit moment. Ik kan die ene game nog spelen. Als ik hem win, dan scheelt me dat volgende week weer een win die ik nodig heb. Nou, ik heb nu dus 25 wins kunnen halen. En ik ga er dus wel van uit dat ik ook Gold 3 haal wel volgende week. Ik bedoel, het zou raar zijn als dat niet het geval was. Maar ik wilde wat zeer gameplay tips meegeven. Maar ook qua teambuilding tips voor volgende week. Nou, allereerst qua teams, want dat is handig. Ik zit er nou toch bij de Weekend League. Is voor de komende week, als je moet kwalificeren en... De kwalificatievragen komen zo vaak langs dat ik op zich wel begrijp. Ik bedoel, er zijn veel van jullie die waarvan ik op Twitter merk, die zijn echt goed. Ik heb mensen die als elite hebben gehaald, die als top 100 hebben gehaald. En er zijn gewoon heel veel mensen die over het algemeen wel minimaal voor gold 2, 1 of elite streven. Nou, ik dacht, er zijn ook mensen die moeite hebben met kwalificeren. Als je nu kijkt voor de volgende week, dit is niet de ideale. Dit is het eerste kwalificatietoernooi wat komt. Je krijgt hiervoor 8 pogingen. Dat is redelijk wat. Je krijgt er 500 coins en goldback voor. Je moet minimaal 80 cam hebben. Dat is wat je meestal wel haalt. Maar minimaal 4 nationaliteiten en minimaal 4 leagues. Dat is een erg geforceerde hybrid. Echter zou ik deze helemaal niet doen, want dit is maximaal zilver in je starting 11 en subs. Nou, de beloning is vrij mooi. Een premium zilver spelerspack en 2000 coins. Maar... zilver is een risico. Stamina over het algemeen is niet heel hoog. Wat betekent dat als jij een heel erg energiekostende spelstijl hebt, dat al één probleem is. Nou, dan zou ik gaan voor deze. Nou, ik zal zo meteen een team laten zien. Een vrij cheap team waarmee je dit kan doen. Want je moet niet te dik willen investeren in de Weekend League. Zeker omdat de volgende Weekend League, de, zeg maar, het echte toernooi, heeft best wel redelijke eisen. Minimaal 7 nationaliteit. Nou, ik zal zo meteen mijn team laten zien wat ik daarvoor heb. Want dit is het huidige team waarmee ik het uiteindelijk presteerde. Als je de stream hebt gekeken, dan ken je dit team natuurlijk al. Het was enorm goed. Ik wilde gewoon voor 1 nationaliteit gaan om, zeg maar, het league-principe en dus de geforceerde links een beetje te vermijden. Ik kreeg de CAM-ST-combo door van The Bear is Back. Dat was Twitter, geloof ik. En dat werkt fantastisch. Remy is... super, ik ga hem als super sub waarschijnlijk gebruiken, want 18 goals en 11 assists in 16 wedstrijden, dat ga je niet vaak vinden voor 6200 coins. En ik merkte niks van zijn work rate, dat was helemaal prima. 4 skills was af en toe wel handig en al in al echt gewoon heel goed. Ook mijn wingers, allebei 9 goals en 10 assists in 22 wedstrijden, wat best wel goed is. Zeker omdat mijn wingers niet alles doen hierin. Vooral het centrale duo. En ik wil dit benadrukken, want heel veel mensen gaan dit vergeten van mijn gevoel. Ik vind, dat is persoonlijk is dit hè. Ik vind medium high op één van je twee centerbacks, medium high of low high, vind ik een must. Ik heb vaak genoeg Toprak en Socrates samen geprobeerd, allebei medium medium. En ik vond het verschrikkelijk. Nou, ik weet niet waaraan dat ligt, want of je het heel erg merkt, je kunt het psychologisch noemen. Maar het feit is dat ik voor mijn gevoel heb gemerkt dat ik een medium high centerback gewoon echt enorm waardeer. Vooral omdat Laporte... ook nog wel eens mee naar voren gaat. Een klein beetje maar. Maar het is toch dat Sakko achterblijft. Sakko is trouwens echt een god. Ongelooflijk. Super handig in de lucht vooral. En dit hele team is algemeen. Kijk, de Bushi Koen vindt het ook. Is waarschijnlijk het beste respect van het spel. Als je hem speel of schaduw geeft. Dat is echt ongelooflijk. Maar wat dan belangrijk is. Is zeg maar, je ziet mijn Italiaanse team op de bank. Nou, wat ik in mijn laatste game heel erg merkte. En wat Matthijs je ook al waarschijnlijk 1000 keer heeft verteld. Maar onthoud het. Wissels. Super subs zijn zo belangrijk. Nou, in mijn laatste game... waarin ik echt moest knokken om die winst te halen. Ik had nog 2 games over, ik moest er 1 winnen. We stonden 2-2 in de verlenging. En ik bracht in de eerste verlenging, zeg maar aan het begin ervan, bracht ik al Giovinco, bracht ik. En ik bracht Berardi. En in de tweede verlenging bracht ik nog Florenzi voor Fekir. Nou,
Ze brachten me geen extra goals meer, want Remy scoorde de goal. Maar het is meer dat die extra energie die je hebt, denk je, dat extra beetje rennen waardoor je het vol kan houden, het maakt echt een verschil. Nou, een ander iets wat ik zelf heel belangrijk heb gevonden, en dat is ook iets wat ik van anderen heb geleerd, wat ik aan jullie wil meegeven. Wissel soms van formatie. Nou, ik speel graag de 4-3-3-4, omdat ik in heel veel wedstrijden daar erg goed mee speelde. Maar ik merkte ook dat als het niet werkte, als het gewoon even niet mee zat in de wedstrijd, als ik bij wijze van spreken wel een keer scoorde, maar ik maar één schot had in de eerste helft, dan switch ik vaak naar de 4-3-2-1. En dat werkte voor mij dan opeens enorm veel beter. Het was gewoon op dat moment de wissel die een verschil maakte. Nou, dit is natuurlijk niet hoe het stond. Het was dat... dit is wel hoe het stond. Het staat in één keer goed. Nou, wat ik dankbaar instructies deed, is meestal vrij bekend. Ik heb namelijk ook al een keer met een squadbuilder gedaan, volgens mij. Is stay back while attacking, je hele verdedigende lijn. Je middelste CM blijft achterhangen. En je gehele voorste linie doe je midden, zeg maar, in stay central. En achter de linies kruipen. In het Nederlands is dat er gewoon in het midden blijven ofzo. Dat is in ieder geval wat staat. En dat is waar ik dan soms naar wissel in-game. En dit is iets wat je voor jezelf een beetje dat gevoel moet hebben. Zorg dat je meer dan één formatie kijkt. En Matthijs doet het geloof ik wel eens dat hij van... Althans, dat heeft hij een keer gedaan. Al had hij in de video gezegd, deed ik 100% zeker. Dat hij wel eens van 4-3-2-1 naar 4-1-2-2 met sentiment switcht. En dat dat dan een verschil maakt, omdat dat gewoon paste qua team. En dat is wat je zelf moet kunnen af en toe. Want als je het gaat forceren, als de eerste helft een team niet, formatie niet werkt, en je gaat daar die tweede helft forceren, dan is de kans groot dat dat niet lukt. Dus zorg dat je een plan B hebt. En de 4-3-3... Nee, sorry. De 4-3-3-4 was mijn plan A. En als het niet werkte, was de 4-3-2-1 mijn plan B. Dus dat is wat ik sowieso ga onthouden voor de volgende week ook. Ik ga wel de 4-3-3-4 blijven spelen volgende week. Want dat is waar ik op voorbereid ben. Maar ik ga zorgen dat ik wissels heb. Want ik merkte echt in mijn laatste game dat dat de enige reden was dat ik de, zeg maar, de overwinning binnenhaalde. Nou, wat betreft een team voor volgende week is dit een beetje het concept van wat ik al klaar heb liggen. Nou, het is minimaal 7 nationaliteiten en dat is super makkelijk te doen. Nou, je ziet het team, een paar bekende krachten, zeker Mustafi en sowieso de Bushi ga je een paar keer in mijn team zien komende jaar. Butland al helemaal. Die gast is OP as fuck. En dan hebben we nog Aspilicueta. Aspilicueta gaat er misschien uit. Hebben jullie bijvoorbeeld het gevoel dat Clichy fijner is? Of dat Moreno fijner is? Laat me dat weten, want medium, ik weet het gewoon niet. Ik ben er niet helemaal 100% fan van. Nou, het middenveld, Kabay, je kent hem onderhand. Ik ben fan van hem, ja, mag duidelijk zijn. Rooney staat hier op advies van Raul vanwege zijn medium high. En Touré staat hier vanwege zijn medium low. Nou, omdat Aspilicueta medium heeft, dekt Rooney dat nog een beetje met medium high. Hij is weliswaar aanvallend ingesteld alsnog. Maar het zorgt er ook wel voor dat je iemand hebt die toch een beetje mee terugtrekt. Nou, Raheem Sterling is first owner. Die kreeg ik in mijn rewards van Gold 2 van vorige week. En ik ga hem gebruiken, omdat Simmeren dat hij belachelijk snel is. Smooth aan de bal. En door hoe ik vaak score, wat vaak laag gedreven zijn of überhaupt gewoon laag gedreven schoten, dat werkt vaak wel vrij goed. Dus dan heb ik niet zo'n extreem hoge shooting nodig. Shaqiri is nog iets meer body in je team, wat altijd wel welkom is. En daarnaast ben ik niet echt fan van de andere cheap wingers in de BPL, van de right wingers. Dus dat is handig om te onthouden. Kane, ook een reward. Ik weet niet of ik hem moet houden. Dus als jullie hem hebben geprobeerd, laat me dan vooral weten hoe die speelt. Ook is maar één iemand. Ik hoor graag jullie mening. Zij het over de spelers of over mijn content. Ik ben benieuwd. Nou, dit is hoe ik het ga houden. Met minimaal 7 nationaliteiten kun je het dus makkelijk als je wilt. Als je net zoals ik bent, hou je het vast aan één league. Dat is iets wat ik zeker weten mee wil geven. Want zorg dat je kunt gebruiken waar jij vertrouwd mee bent. Gebruik niet links omdat je die links nodig hebt. Want ik heb deze weekend league meerdere tegenstanders gehad. Waarvan ik dacht, ja, dat team is best wel een joke. Om de simpele reden dat hij bepaalde links had die hij dan nodig had voor chemistry. Moet je niet doen. Speel gewoon waarmee jij het gevoel hebt dat het fijn is. En als dat wel is zo met die links, gebruik het dan vooral. Maar hou in gedachten dat jij gebruikt wat voor jou werkt. En wat natuurlijk ook handig is om te onthouden is wat ik had gezegd. Dus we gaan ook even kijken voor de kwalificatie voor degene die niet gold 3 of hoger hebben gehaald. Wat dus betekent dat die zich nog moeten kwalificeren voor de komende week. Minimaal 4 leagues en minimaal 4 nationaliteiten. 4-3-2-1 is hier perfect voor. Nou, dan gaan we hier kijken wat je hier het beste mee kan doen. Is hier, als ik zelf zou moeten kijken, zou ik hier verdedigend ingestelde speler zetten. Dus dan zou ik voor dit gaan als eerste league setup. Als het ware, kijk, Deulofeu sowieso is rete snel. Heeft een van de speciale dribbler traits, wat ervoor zorgt dat hij nog wat beter voelt aan de bal. Hij heeft redelijke crossing en gewoon 4-star skills. High-low work rate is super handig. Miralas, niet Rashford, maar Miralas is heel erg goed. Nou, 4-star skills, 4-star weak foot, high-medium work rates. Hij presteert vrij goed voor mij. Ik vind hem de fijnste cheap BPL left winger. Ik heb ook heel wat games nog gespeeld op mijn main account. Maar Rashford, ongetwijfeld, dat was in mijn mening, hè. Waarschijnlijk sowieso de beste cheap BPL striker die er is.
Over het algemeen is het misschien wat breed te zeggen, want er zijn heel veel spitsen die in die categorie kunnen vallen. Maar Rashford, absoluut een geweldige keuze. En dan is dit hoe als ik jullie was, want anders ga ik bij elke lager apart doorheen. Hoe ik de rest van het team zou invallen, want je moet minimaal 4 leagues. Dat heb je dus BPL, La Liga, je hebt Bundesliga en je hebt Serie A. Nou, een paar opvallende keuzes misschien voor sommigen. Javi Martinez vond ik heel fijn samen met Inigo Martinez naast hem. Want Inigo Martinez gaf ze allebei anker. Hij is de wat snellere van de twee en zijn lengte was zo fantastisch om te gebruiken. Juan Fran gooi ik hier niet omdat het moet, maar omdat ik hem wat fijner vind dan Carvajal. Dan natuurlijk Isco. Nou, Isco vind ik heel erg goed aan de bal. Nou, wat je misschien wilt geven is dan architect of iets dergelijks, want zijn fysiek is niet optimaal, maar dat is, weet je, dat is optioneel. Ik bedoel, als jij ervoor kan zorgen dat je dat niet nodig hebt bij hem, geen probleem. Ik vond zijn stamina namelijk nooit een probleem bij hem. Gaia vond ik erg goed, weet je wel. Als je wat meer coins hebt, dan kun je natuurlijk voor een ander gaan. Je kunt voor Alba gaan. Of ja, eigenlijk gewoon voor Alba. Dat is basically je beste optie daarna. Maar wat betreft de verdediging nog, Reina. Ik weet waarom jullie denken, what the fuck, waarom zou je Reina nemen? Ten eerste, het is je vierde league, dus dat is altijd handig. Hij heeft een long throw trade, altijd handig. En hij heeft 80 plus op elke keeperstat die belangrijk is. Niet geheel onhandig, maar dit is het iemand die ik jullie dan aanraad qua kwalificatie en de rest van de tips die ik dus had gedurende de video. Hopelijk hebben jullie hier wat aan. En als dat zo is, laat me dat dan vooral weten via een comment. Of laat me weten een tip die jij nog hebt voor mij, omdat je me misschien tijdens de stream hebt zien spelen en je denkt, Mark, dit kan je best wel beter doen. Dan ben ik natuurlijk altijd benieuwd, maar ik dank je voor het kijken. Hopelijk heb je genoten en als dat zo is, doe dan vooral een duimpje omhoog als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe video, misschien wel career mode. Tot ziens!